Daryl, hij is het allemaal begonnen voor zondag in Mechelen? Ja, dit is het complex van Mechelen inderdaad, RKMWC. Hier ben ik eigenlijk, ik denk 5, 6 jaar ben ik hier begonnen. Dit is mijn eerste stap als voetballer gezet, ja. En daarna? Toen ben ik eigenlijk al in het jeugdplan wordt tegenwoordig nog, of toen nog tijd, bij Roda begonnen. Het wordt dan hier trainen en wedstrijden bij Roda. Nee, sorry, andersom wordt het. Het wordt bij Roda trainen en wedstrijden bij Mechelen. Na 3 jaar ben ik toen definitief dan naar Roda gegaan. En kom ik dan in het jeugdopleiding terecht. En dan heb ik volgens mij, ik denk 10 jaar, ben ik daar ingewerkt, totdat ik dan de stap naar het Ierstad gemaakt. Is dat mogelijk dan? Heb ze voordelen of nadelen als in dat jeugdplan met draait? Ja, dat begint eigenlijk al op hele jonge leeftijd. Begint ze al met betere spelers om zich heen te trainen. Want ik word toen 7 jaar volgens mij, toen ben ik daar begonnen. En dat is eigenlijk een hele jonge leeftijd om al, want dat is toch al een gedisciplineerd leven eigenlijk. Toch? Maar dan merk ze wel dat ze dan met de betere kans meten. En dat ze wel dan nog kwalitatief beter kans werden. Ja. De roots, komen die uit de familie? Het pa Bog had gevoetbald vroeger of wie moet ik dat voorstellen? Nee, dat zelf niet gevoetbald. Dat wilde wel graag voetballen, maar dat mocht niet van de ouders helaas. En voor de rest, ja, mijn broer voetbalt. En voor de rest, vanuit mijn ouders kan eigenlijk niet aan mij kan herinneren. Dat is niet echt gestimuleerd van die kant? Nee, ja, ze vonden het leuk dat ik daar gewoon voetballen. Maar ze hebben me eigenlijk nooit gepusht van de Moskou voetballen of iets dergelijks. Dat is eigenlijk altijd wel mijn eigen keuze geweest. Ze hebben zich wel ondersteund? Ja, eigenlijk ja, zeker altijd. Als ze bij Rode en de jeugdopleiding komen, ja, dat is altijd 20 minuten met de auto. En dat dan elke dag trainen, ja, dan moest ze elke dag gebracht worden. Totdat de middelbare school begint. Ja, en dan geef je toch een uitwedstrijd ging ze altijd met in de weekenden. Vaak zaterdag en zondag over wedstrijd. Ja, dan gingen ze ook altijd metkijken. Ja, dat is het, ja, zijn heel veel stonden ego zitten. Ja. Komen ze nu nog altijd kijken? Ja, zeker. Zeker. Zijn altijd, elke toeswedstrijd zitten ze op de tribune. Oké, okay, en dus is nu in het eerste. Hoe lang hebben ze nog een contract? Dit seizoen. Dus 2020 loopt mijn contract af. En wanneer zien de nieuwe onderhandelingen? Die zullen niet begonnen. Dus ik denk dat nee. Dat, ja, dat huur ik wel. Dus ik focus me genoeg op dit seizoen. En wat er nog komt, ja, dat zie ik dan wel. Maar wat denk je zelf? Wat denk ik zelf? Ja, ik steun op zich wel open voor een langer verblijf bij Roda. Maar van de andere kant, een nieuwe omgeving zou ook eens groot kunnen zien. Maar ik ga niet het gevoel dat ik al klaar ben bij Roda. Dus van mijn kant zou ik wel in principe wel willen blijven. Heb ze alternatieven? Zien deze zelf een zaakwaarneming of iemand anders? Nee, ik ga een zaakwaarnemer. En ze zijn altijd wel contact natuurlijk. Elke transferperiode zijn er wel get contact. Het is nooit echt heel concreet geweest, omdat ik ook nooit echt ervoor open stond. Nu einde van het seizoen ben ik transfervrij. En wat daar gebeurt, weet ik nog niet. Ik ga alle opties nog open. En de privésituatie, die kinderen en met gewoon? Ja, eigenlijk wel. Het is heel soepel toe, is gelukkig. Dus die steunen mij daarin. En ik kan in overleg natuurlijk wel, maar die keuze die ligt wel bij mij. Ja. We stonden nu bij Mechelen, dat deed ze ook van alles. Vertel dat eens even. Oh nee, van alles is een groot woord. Nee, sinds dit jaar hebben ze me gevraagd om trainingen te geven. Dus bij die kleine geef ik wat trainingen. En dat is gewoon leuk om een beetje met die kinderen bij te zien. Want bij Roda heb ik ook vaker wel jeugdtrainingen gegeven. In het verleden, dit seizoen neem je. En er zijn nog wel vaker activiteiten vanuit de maatschappij van het Roda. Waar ook met kinderen gewoon spelletjes kunnen doen. En ik vind het altijd leuk om te doen. Dus en een beetje bij te leren, dat vind ik wel leuk. Is er ook een ambitie om straks naar een voetbalcarrière te gaan trainen? Die ambitie heb ik nu nog niet. Maar ik weet niet wie dat over 10 jaar is. Maar ja, vooralsnog ga ik die ambitie niet. Nee. En dan even de dwarsstraat. Stel, dadelijk gebeurt het, raakt geblesseerd. Heb je toch nog in het maatschappelijk traject nog gehad wat ze zoiets kunnen gaan doen? Ik ga een studie geneeskunde ben ik mee begonnen toen ik 18 was. En ik toen 3 jaar gedaan, maar dan had ik moeten stoppen omdat ik toen met voetballen. Ik kreeg een profcontract. En die eerste 3 jaar kon ik nog wel combineren. Dus dan doe ik alles zelf studeren. En examens moest ik dat wel doorzien. Maar ik moest nu ook de echt stage gelopen in het ziekenhuis.
Ja, dat kon zich niet meer combineren met training, want dan moest ik 4 trainingen in de week missen. Ja, dat kan ze niet als profvoetballer niet accepteren natuurlijk. Dus ik had die keuze gemaakt als een voetballer te weer te gooien. Maar stel ik zo geblesseerd raak, ja, ik ga mijn studie altijd nog oppakken. Of iets dergelijks. Dus ik ga mijn diploma's, dus ik ben en ik kan nog wel redelijk goed leren. Dus er zijn altijd wel genoeg opties voor mij. Nog even over het trainen bij de jeugd. Bist je daar door bestuurder benaderd of wie is dat gegaan? Nee, is eigenlijk de ouders van een spelertje. Daar heb ik benaderd. Dat ze eigenlijk tekort houden. En dat ze het eigenlijk wel leuk, ja, dat hij het leuk zou vinden en met het zou doen. En ik vond het ook leuk om te doen. En ik ga het ook vaker bij Roda gaan doen. Dus zodoende ben ik eigenlijk gaan trainen doen elke week. Ja. Dat is een beetje ons kent ons op vrijblijvende basis. Ja, precies. Ja. Dus dat wordt niet gesponsord. Dat ben ik niet gesponsord, nee. Nee, helaas niet. Zit er nog wel bekende bij de jeugd? Of zo gaat een boete, dat boete die ouders natuurlijk van het kind wat die benaderd hebben? Ja, nee, is eigenlijk, dat is nu dan onder 9, onder 8. Dus zijn, ja, die jongens ken ik zelf niet. Of ja, koezig niet, nu natuurlijk wel. Maar weinig bekende nog echt, wat ik zo van de jeugd moet kennen. Maar de woensdag altijd in Mechelen? Nee, ik woon in Iepen nu. Ik ben zelf van Mechelen, heb ik altijd gewoond, maar sinds kort woon ik dan in Iepen. Roda, wat verwachtte, dat is de slotvraag eigenlijk, wat verwachtte dit jaar? Wat moet er gebeuren? Wat verwacht ik dit jaar? Sowieso veel voor de play-offs halen. Dat is wel het ding wat duidelijk is. Er zijn meer teams die dat willen. Maar ik denk dat vaak zie je onze groep dat zeker halen moet zien. En de start is nu niet geweldig geweest, maar ja, de laatste wedstrijd wel gewonnen. Dus ik hoop dat we die lijn kunnen doortrekken en dat we wel play-offs kunnen halen en dan uiteindelijk om promotie kunnen meedoen, want daar gaat het uiteindelijk wel. En dan volgend jaar in de Eredivisie met Roda? Dat zou het mooiste scenario zijn. Dat teken ik wel voor. Letterlijk en figuurlijk? Letterlijk en figuurlijk, ja, precies.